ziet een trend over heel de wereld dat hele lange periodes van hitte worden afgewisseld met hevige regenval. Voor de zomer beelden uit Canada, onlangs nog in Pakistan, waar 3 miljoen mensen op de vlucht zijn. Maar ook in Nederland zelf, dit is een krantenartikel van Valkenburg vorig jaar. Dus in Nederland is het ook heel actueel. En die periodes van regen, hè, die worden vaak voorafgegaan aan periodes van lange droogte. In Europa hebben we heel veel bosbranden gezien deze zomer. En dit is eigenlijk een schermafdruk van mijn eigen telefoon toen ik hier in de zomer in Berg op Zoom was. Misschien heb je hem zelf ook wel gehad voor de mensen uit Berg op Zoom. Een NL-alert over een heidebrand in Schijf. 2 weken geleden nog in de Peel.